zet de paal op de westkant. Daar komt de wind vandaan? Daar komt de wind vandaan, meestal. Meestal, ja. Je dus overleeft met de klant. Je zet de paal aan de windkant, zeg maar. Aan de windkant. En dan dat band, dat spijker je dus aan de zijkant. Ja. Want hier komen de krachten op. Mm-hmm. Nou, en dan maak je dat achtje, zo. En die onderste die spijker je op de andere kant. Eventueel kan je kiezen voor twee palen. Ja. Soms dan heb je een, iemand die zegt, ja, god, die wind die draait hier zo raar door de wijk heen en dit en dat. Enkele keer heb je ook een klant die zegt, ja, maar twee palen, dat vind ik veel mooier, veel netter. Nou ja, oké, okay, dat kost geld. Maar dan zet je hier ook een paal neer en dan maak je daar ook zo'n... zeg maar dat je... Hoeveel band heb je dan nodig? Bij één paal, hoeveel heb je dan nog? Kijk, in het begin was ik soms wel wat te zuinig en dan kwamen de mensen tekort. Nou, dat is alleen maar veel. Dus voor zoiets, daar reken je gewoon een meter voor. En bij dubbel 2 meter? 2 meter.